Goedemiddag mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is nog best wel vroeg. Ik dacht, laten we maar gewoon vloggen. En dan maken we er een weekvlogje van. Het is nu, of ja, vroeg. Het is 1 uur. En ik heb in mijn vorige video's wel eens gezegd dat ik last had van mijn rug. Maar ik kreeg op een gegeven moment ook kramp. En fysio heeft nooit geholpen. Een masseur, dat was tijdelijk. Of maar voor even. Dus ik dacht van, hé, ik ga naar de chiro, of nee, ik zeg steeds chiro, maar het is chiropractor. Ik moet naar de camera kijken. Dus ik heb nu mijn tweede behandeling gehad bij de chiropractor. Maar goed, voor nu is het dus even afwachten en kijken of de behandelingen helpen. Als het niet helpt, ga ik iets anders zoeken. En ik weet niet of het aan de behandelingen ligt, maar ik voel me gewoon net een stukje beter als ik die behandeling heb gehad. Het kan ook zijn dat het tussen mijn oren zit, maar... Ja, ik weet het niet. Mijn rug wordt dus gekraakt. Echt van alle kanten. Mijn heupen worden gekraakt. Weet ik veel wat er allemaal wordt gekraakt. Maar het voelt of op een of andere manier dat ik dan een stukje sterker ben. Dus ik rijd in huis. Ik ga even... Voor mij is het ontbijt, want ik heb nog niet gegeten. Maar het is dus lunchen. Dus ik ga lunchen. Oh ja, ik wou nog toch wel even iets zeggen. Ik heb morgen mijn theorie-examen. Maar ik ben echt tering zenuwachtig, jongen. Ik heb al een keertje theorie-examen gedaan. Zo'n eendagscursus. Was echt 2 jaar geleden. Ik ben nu 21. Oh, joh, 21. What the fuck. Maar ik had het toen een beetje laten verwateren. En ik zat toen met mijn knie. Ik had een knieoperatie gehad. Wie is dat? Oh. Dus ja, ik ga nu gewoon weer een beetje oppakken. Morgen examen. En als deze video online komt, dan weten jullie inmiddels ook al of ik ben geslaagd of ben gezakt. Dus blijf vooral, ik kan niet met twee handen los fietsen. Dus blijf vooral verder kijken. En dan komen jullie achter of ik ben geslaagd. Ik doe alsof ik ben geslaagd, maar ik ben nog niet eens opgegaan. Doei. Zo, ik ben thuis en ze zijn de tuin aan het maken. Kijk. Ze zijn de tuin aan het maken. Dus komt helemaal goed. Nou, ik ben thuis, dus ik ga even koken. Ik heb hier zo'n HelloFresh maaltijd. Zo'n gratis, eerste bestelling gratis. En vandaag gaan we maken Aziatische fusion salade met vegetarische rundstukjes. Zo ziet het eruit. En je ziet hier, stap voor stap, wat je moet doen. Hier hebben we de vegetarische rundstukjes. En ik ga jullie even laten zien. Kijk, we zijn net begonnen. Ik heb hier de zoete Aziatische saus met gomasio, sojasaus, gember en knoflook. Even mengen. Ik kom zo bij jullie terug. Als dit is gelukt. Nou, dit is het geworden. Ik zeg jullie eerlijk, het ziet er wel echt lekker uit. En het was helemaal niet moeilijk. Toch? Ik zie hier nog wel wat pinda's. Dus gaan we even garneren met pinda's. Zo, een beetje. Nou, bon appetit. Zo mensen, ik was net in slaap gevallen. Ik weet niet eens of ik had gevlogd, maar ik kom net terug van de IKEA. Daarvoor was ik bij CBR geweest. En je weet het al hè, 1 fout te veel. Dus ik ben gezakt. En ik moet zeggen... Oh, ik ben echt net wakker. Ik moet zeggen, toen ik die vragen voor me had... Ik zweer het, was echt kapot makkelijk. Ik was gewoon van die simpele, domme vragen waarvoor ik gewoon allemaal had geleerd. Dus ik weet echt niet. Ja, ik heb gewoon 1 fout te veel gemaakt en ik weet serieus nog steeds niet welke fout. Want voor mijn gevoel waren het gewoon allemaal standaard vraagjes. En ik kan er niks anders van maken, dus volgende keer beter. Dus volgende keer haal ik hem wel gewoon. En ik heb dus net geslapen. Ik had even stonden achter gedaan. Mijn haren losgemaakt. En ja, nu gaan we naar Utrecht. Ik kom net van Eindhoven. We gaan naar Utrecht. Ik ga even de stad in. En het licht is heel raar. Ik weet niet waarom. Naar de piramides. Je had daar een piramide. Iets van een piramide had je daar. Dus daar gaan we heen. Ga ik mezelf even opfrissen. En dan gaan we naar de piramides in Utrecht. Ooit gezien? Nee, ik ook niet. Tot zo. Nou, we zijn aangekomen in Utrecht.
En de plek waar we nu zijn heet Piramide van Austerlitz of zo. Oh, ja, ik weet niet. Piramide van Austerlitz, die heb je hier om de hoek. En die had hier een speeltuin, dus we dachten, we gaan nu even naar die speeltuin. Even kijken wat daar is. Ik heb eigenlijk nog best wel zin om in de botsauto's te gaan, ja, hoor. Kom dan, ik zeg veel te scheef. Ah, rot op, man. Fuck off. Nee, maar ik wist het echt niet, hè, dat je iets van piramides had. Echt benieuwd. Straks is het gewoon drie keer niks. Straks is het zo'n klein dingetje. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik ben nog steeds kapot moe. Ik ben een klein beetje verdrietig van mijn foute film, maar maakt niet uit. En nu lopen we dus naar de piramide toe. Ik doe echt alsof we in Egypte zijn, maar goed. We zijn gewoon in Nederland. Het is gewoon koud, regen, alles. 20 graden. Ja, echt. Nou, dit is hem. Ja, man. Het ziet er heel grappig uit, maar het ziet er wel mooi uit. We moeten alleen even een plekje vinden waar we naar binnen kunnen gaan. Volgens mij zal er vast ergens wel een plekje zijn. Ja, nu zullen we het eruit zetten. Mm-hmm. Nu toetsen we. Ja. Nou, we zijn aangekomen, maar we zijn net iets te laat. Want het is nu inmiddels al 3:30, kwart voor 4. En om 4:00 gaan de poorten dicht. En ze sluiten om 4:00. Dus dat is wel heel jammer. Gaan we een andere keertje gewoon weer terug. Maar hier zit het dus. De Nederlandse piramide. En ik ga even wandelen in het bos. Een beetje zuurstof halen. In een giftige paddenstoel, denk ik. Eeuw, en er zit nog een beestje op. Kunnen jullie je nog herinneren dat als je naar schoolreisje ging, of je ging met de klas op de basisschool, ging je naar, hoe heet dat? Waar ging je naar het bos of zo, weet je wel? Dan ging je dus altijd op zoek naar paddenstoelen en rucola, weet ik veel wat. Maar toen net zag ik dus zo'n paddenstoel. We zijn even aan het opzoeken of die giftig is. Ja, kijk maar, man. Heb je hem? 5 giftige paddenstoelen. Ja, dit is hem volgens mij. Good morning mensen, ik heb even een mededeling. Ik had gisteren verteld dat ik was gezakt voor mijn examen. Daarna zijn we naar Utrecht geweest. En want ik had examen in Eindhoven, CBR. En ik was dus gezakt op 1 fout oprecht. Ik had bij gevaarherkenning had ik 6 fout. Bij kennis 0 fout. En bij die laatste mocht je 3 fouten en ik had 4 fouten. Het is nog heel vroeg, jongens. Ik kom net van CBR. En ik dacht gisteravond van... dit is kut, man. Op 1 fout gezakt. Ik ga gewoon gelijk weer theorie inplannen. Kijken wat de eerstvolgende mogelijkheid is. Ik dacht zo snel mogelijk weer theorie aanvragen. En toen zag ik in één keer... 20 oktober kan je gewoon weer inschrijven of aanmelden. Dus ik dacht, nou ja, ik ga gelijk doen. Want nu zit alles nog heel goed in mijn hoofd. Wat denk je? Ik kom net van CBR. Ik ben geslaagd. Ik ben gewoon geslaagd. Ik ben geslaagd. Ah, en ik zat zo. Ik zat zo. En besef, ik had vandaag had ik veel meer twijfelvragen dan gisteren. Ik zat daar, ik zat te trillen. Ik zag zo, kut, examen inleveren, 2 minuten. Ik klik zo op die knop, ik zie een groene duimpje. Ik was tering blijer. En gisteren, mijn vriend die was op mij aan het wachten. En allemaal mensen kijken zo natuurlijk, kijken je aan. En gisteren, hij zat zo met zijn hoofd van, ben je geslaagd? Maar ik wilde niet zo doen toch, van dat ik kei boos was en verdrietig was en zo. Dus ik zit zo te lachen van, alsof niks aan de hand was. Dus nu hoef ik af te rijden. Maar ik ben zo blij mensen, echt. Ik ben echt blij. Oh, last van mijn schouder af. Ik ga weer even naar huis toe, ontbijten en ik zie jullie straks weer. Nou, we hebben toch maar even McDonald's gehaald. Althans, ik... Ik ga voor het eerst een Mac Bite met muffin heet dat proberen. Even kijken of het lekker is. Want ik hoor van heel veel mensen het smaakt naar rubber. En anderen zeggen ja, het is echt lekker. Dus ik ben benieuwd. Oké, mensen, dit wordt mijn laatste McDonald's van deze maand. Daarna ga ik echt op dieet. Want ik merk wel echt aan mijn gezicht dat ik weer aankom. Ik kom heel snel aan in mijn gezicht. Maar ik ga het nu proberen. Dit is die burger. Met ei en hamburger volgens mij. En een ander soort broodje dan op hamburger. En kaas volgens mij. Ik ga proeven, ja.
zonder kaas veel lekkerder. Maar je moet hier naar rechts. Het is te eten. Ik zou toch liever voor een hamburger gaan, maar... Ja. Nou mensen, ik heb pauze. Ik ben op werk en ik heb net een soepje gegeten. Tomatensoepje. Die is nu op. En ik moet zo meer aan het werk, maar ik heb echt geen zin meer. Ik moet nog een uurtje ongeveer. Oh ja, en weet je wat heel grappig was? Ik stond bij de ingang en ik zag Jolante. En ze was net echt nog knapper. Nog 40 minuutjes. En ja, ik ga nu even naar het toilet. Zie ik jullie weer als ik thuis ben. Doei doei. Rosbief gemaakt met als eerst zo'n broodje van de Lidl. Ik had het vorige keer bij de Albert Heijn gehad, maar ik zeg eerlijk, ik vind deze lekkerder. Dus voortaan haal ik gewoon deze bij de Lidl. Ik heb hier rosbief, rucola. Oh nee, sorry, truffelmayo,
Roastbeef, rucola, pijnboompitjes, parmezaanse kaas. En dat was het. De klep komt dicht. Gaan we even eten. Goed gekookt. Ik heb dus gisteren een feestje gehad van mijn nicht. Ik ben nog best wel moe. Ik werd ook laat wakker, 12 uur. Maar zometeen geeft Ajax Space Face. Ik heb mijn Ajax shirtje aangetrokken. Nou, en ik heb deze week eigenlijk niet zo super veel gedaan. Voornamelijk heel veel geleerd en gewerkt. We zijn eventjes naar Utrecht geweest, naar de piramide van Austerlitz. Die uiteindelijk dicht was, dus daar gaan we binnenkort ook weer terug. Gisteren was dus Rico, Wolf, Ben Sadik helaas verloren, maar ik ga je niet eens commentaar over geven. Jullie weten allemaal zelf wel als je gekeken hebt. Dus hierbij ga ik ook de weekvlog afsluiten. Ik ga zo meteen even liggen nog en dan gaan we uit Space 2 kijken. Dus ik wil jullie bij deze allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Als je het een leuke video vond, vergeet dan geen duimpje achter te laten en te subscriben. Dus ik zie jullie bij de volgende video. Doei doei! Thank you.